Rechtstreeks vanuit Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Dit is Media Facts Nationale Uitgeefdag Radio. Erwin Blom, eigenaar van The Crowds en van Fast Moving Targets, media specialist. Je hebt gesproken op de Media Facts Nationale Uitgeefdag over social en over community management. Als we naar de uitgeefwereld op dit moment kijken, wat is dan jouw indruk van hoe zij met de factor social omgaan? Ja, dat is heel eenvoudig. Ik mag generaliseren, dus dan is het antwoord slecht. Want ik vind dat uitgevers zich eigenlijk allemaal tekort doen door hun publiek niet meer te betrekken bij de titels die ze hebben. Want mensen zijn betrokken, mensen zijn deskundig, gebruik die deskundigheid. Dat is goed voor je redactie, maar uiteindelijk is het ook goed voor je sales, want je hebt ambassadeurs van je titels. En op dit moment kom jij dus veel uitgeverijen tegen waarvan je zegt die zijn nog alleen maar aan het zenden? Ja, dat is toch wel de regel hoor. Natuurlijk zijn er uitzonderingen en daar heb ik ook over gesproken. Maar de regel is dat zowel de uitgevers, maar ik denk ook de redacteuren zelf, die komen nog heel erg uit de tijd van lekker een stukje schrijven. En dan gaat hij een paar weken later naar de klanten of naar de lezers. En de volgende maand gaan we weer verder. Misschien is het ook onzekerheid, ik weet het niet. Maar ook in die gevallen zou ik willen zeggen, het is zoveel leuker om samen met mensen je dingen te doen. Willen veel mensen dat ook? Ja, jongere generaties misschien wel, maar ook de middengeneraties, de oudere generaties? Nou, ligt er aan welke vraag je ze stelt. Uiteindelijk denk ik wel. Zo'n simpel voorbeeldje noemen van mijn collega Wessel de Valk hebben bij de VARA gewerkt. En daar hadden ze vraag en beantwoord. Dat is een plek waar op de site van Kassa, waar jij een vraag kan stellen van ik weet niet precies hoe mijn koelkast werkt of mijn computer, dat soort dingen. En andere mensen die daar wat verstand van hebben, praktijkdeskundigen, die geven daar antwoord op. Er was een man en die gaf 12 vragen per dag antwoord, gemiddeld het hele jaar door. Waarom? Hij was gepensioneerd en hij had van heel veel dingen verstand en vond het leuk om dat te delen. Dus als je de juiste vraag stelt, ja dan zeker. Maar als je de vragen te algemeen maakt, dan niet. Maar een voorbeeldje uit mijn eigen geschiedenis bij de VPRO. Ja, daar hadden we op een gegeven moment, je hebt andere tijden natuurlijk, geschiedenisprogramma. En daar hadden we op een gegeven moment een Elfsteden-wiki. Ja, iedereen die de Elfstedentocht gereden heeft, en dat zijn meestal oude mensen, die is daar nog steeds vol van. En waar mensen vol van zijn, daar willen ze over vertellen en daar willen ze over meedoen. Dus zeker in de niches, zeker ook bij vaktitels? Ja, ik denk eigenlijk de twee belangrijkste pijlers als je mensen wil betrekken zijn, dat je moet kijken of waar mensen een passie voor hebben of waar ze een probleem mee hebben. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Dus des te algemene je titel is, als het gewoon informatief is, dan is het moeilijker om mensen een rol te laten spelen, want daar heb ik misschien wel niet zoveel verstand van. Dan is het... Dus ja, des te duidelijker je niche is, des te duidelijker je afgebakend je onderwerp. En des te meer mensen met dat onderwerp hebben, dan gaat het beter. Als je nou jouw lezing in één tip richting uitgevers nog eens heel snedig zou moeten samenvatten, wat zou die tip dan zijn? Betrek je publiek, je lezers in dit geval, bij alles wat je doet. Want bij elkaar opgeteld weten ze meer dan je hele redactie bij elkaar. En bij elkaar opgeteld zijn ze betere vertegenwoordigers dan die paar mensen die je op de weg hebt lopen. Uit de Ivoren Toren dus, redacteuren. Dankjewel Erwin Blom. Graag gedaan. Media Facts, Nationale Uitgeefdag Radio. Powered by voicebooking.com.